Michelle, meegereden met de elite vrouwen, hoe was dat? Nou, ik had het nog zeg maar, al wel eerder gedaan op zich, maar deze keer was het natuurlijk met Kirsten Wild en zo. Dus het was wel even wennen. Het ging wel hard, maar ik vond het wel leuk om een keer te doen. Maar... Ja, het ging wel hard inderdaad, ja. Op een gegeven moment lukt het even niet meer. Maar is dat dan ja. erg? Nou, nee, op zich niet, want als je kijkt wat we allemaal hebben gereden en ja, nou ja, ik dan op zich ben ik wel tevreden over hoe ik heb gereden. Dat kan ik me voorstellen. Hoe voelt dat een zusje langs de kant dan? Oh, leuk. Was je een beetje trots, Tamara? Ja, tuurlijk. Hoe beleef jij zo'n wedstrijd? Normaal rij jij ook wedstrijden hier in Apeldoorn. Hoe kijk je dan zoals nu als je zus meedoet met de grote vrouwen? Het is wel raar dat ze tegen grote dames moet. Ja. Kan je dan nog wat doen voor elkaar? Spreken jullie elkaar bijvoorbeeld voor de wedstrijd? Ja, altijd. Ja, wat doe je dan met elkaar? Want kan je elkaar nog een beetje moed in praten? Ik bedoel, het is wel lastig natuurlijk. Gewoon aanmoedigen. Ja. Pep talk. Dat ging je wel goed af volgens mij. Wat zeg je? Dat ging je wel goed af, dat aanmoedigen. Ja. Dus hoor je dat eigenlijk onderweg? Nou, als het in de bocht staat wel. Ja. Dus dan hoor ik er wel. Dus. Motief wel, dat ook als mensen dat doen. Want op een gegeven moment dan merk je ook wel dat het publiek wat... Ja, wat nou, op een gegeven moment als ze roepen, ja, je doet het goed of zo. Als het voor mijn gevoel niet goed gaat, dan denk ik van, nou, je kan maar beter je mond houden. Mm-hmm. Maar als ze zeggen van, ga door en zo, nou, dan krijg je natuurlijk wel... Dan word je wel goed door gemotiveerd. Hoe kijk jij uiteindelijk op dit onderdeel terug? Nou, op zich wel tevreden. Nou ja, op zich de uitslag is natuurlijk niet zo goed, maar dat was ook wel een beetje te verwachten als je met zulke mensen moet rijden. Maar ja, ik ben wel tevreden. Oké, okay. Wat staat er voor jou nog op het programma? Morgen rijd ik de 2 kilometer achtervolging, zondag de keirin en maandag de scratch. Oh ja, alleen de scratch. Oké, okay. En ben jij weer supporter, maar wat is jouw programma hier eigenlijk? Want jij doet hier veel meer volgens mij. Uitslagen en communicatie rondbrengen. Oké, okay. Je bent er ook druk mee dus? Ja.